Hij is hier al voor het derde seizoen bij Feyenoord. Wordt pas zijn zevende officiële wedstrijd en zijn eerste van dit seizoen. Hij vervangt Timmer vandaag in het doel. Sherif Ekrami. Paas van Lucius onderschept door Swinkels. Mesoudi. Mesoudi met Buis. Buis houdt heel even vast. Maar Mesoudi kan door. Mesoudi nog altijd. En een aardige poging van Mesoudi. De eerste waarschuwing van Willem II via Mesoudi, die lang door mocht gaan en goed doorging. Vermeer zoekt het ver, zoekt het in de richting van de Struik met de Guzman, Buis. Agun aangetikt. Van Egmond meent te weten waar exact die overtreding is gemaakt. Daar moet de bal nu ook neergelegd worden, dat is gebeurd. Ekrami komt en is de bal kwijt. Dat is niet zo handig, want dan is hij een prooi voor de Moesje. En zo is het 1-0 voor Willem II in de zevende minuut. Als je komt, moet je hem hebben. Dan kun je naar anderen kijken die misschien in de weg lopen. Maar de Moesje profiteert heel rustig. Maakt zijn zevende van het seizoen en zet Willem II op voorsprong. Ekrami, ja, zonder bal. Er wordt een bruggetje gezet door Swinkels, onder andere. En dan kan Ekrami er niet bij. Maar ja, hij is ver buiten zijn eigen gebied. Dus hij is net zo kwetsbaar als alle anderen. Niets op aan te merken. 1-0 voor Willem II. Bahia wint. Overtuigend. Van de Struik. Buis houdt vast. Bij Grégoire. Doet dat zo opzichtig dat Van Egmond dat ziet en weer een vrije trap voor geeft. Ja, dat is een inpomp. Wat doet Ekrami in deze situatie? Mesoudi. Ekrami komt en is weer te laat. Het is dus weer een treffer. Hoe is het toch mogelijk? Even aarzelde ik omdat Van Egmond niet meteen naar het midden wees. Maar dat doet hij uiteindelijk wel. En waarom ook niet. Weer de Moesje. En weer de doelman die er finaal naast zit. Je zou denken, hij heeft er wat van geleerd. Maar hij komt weer en hij komt weer te laat. De eerste keer met weinig overtuiging. Toen had hij die bal wel even. Nu zit hij helemaal zonder bal te springen. En kan de Moesje vrijuit binnenkoppen. Alles op de helft van Willem II. Dat tevreden achterover leunt. Want van Feyenoord tot nu toe nog niks te duchten heeft. Swinkels. Ah, bal is over de zijlijn geweest. Gooit door Buis, snel gedaan. Mols, niet bij ver. Sahin dan nog en Vermeer die moet strekken. Eerste mogelijkheid voor Feyenoord. Lucius. De Guzman. Buis. Geen buitenspel. Buis heeft dus de tijd voor een voorzet. Swinkels haalt weg. En Buis appelleert voor Hens. Maar het wordt een corner. Buis is woedend. Hij wordt nu door ver weggehaald. Dat is ook wel weer verstandig. 10 minuten voor rust. De hoekschop van de Guzman. Vermeer. De inzet van Hofland. Willem II komt meer en meer onder druk te staan. Kopbal van Hofland en Vermeer is atletisch. Nu zat de Moesje ertussen. Sahin. Belem. Het wordt een verrassende paas op Boutahar. Boutahar alleen op Ekramia voor de 3-0. Boutahar is rustig. Het is 3-0 voor Willem II. Het moment dat Feyenoord een beetje begint aan te dringen, is daar ineens de trap naar voren.
En Boetehaar blijft heel erg rustig. En zet Willem II op 3-0. Het is in eerste instantie een poging om de bal binnen te houden. En wellicht ook zo bedoeld, maar dat hij zo mooi uitkomt, dat is weer een ander verhaal. Het is natuurlijk ook erg naïef verdedigd. Wat heet eigenlijk helemaal niet verdedigd door Feyenoord. Lucius in de achtervolging is kansloos. Dat geldt ook voor Ekrami, die hier niks aan kan doen. Boetehaar is heel rustig en zorgt voor 3-0. Hofs. Niet langs bij Jansen. Lucius. Slordig. En Hofland en Lucius lopen elkaar in de weg. En daar kan Mesudi wellicht van profiteren. Mesudi nog altijd. Ekrami zorgt ervoor dat het voorlopig maar 3-0 blijft. Mos. Hofs. Bruins helemaal vrij. De Claire vraagt. Hofs. Mos. Hofs. Gevaarlijk en Vermeer met een uitstekende redding. Beste kans voor Feyenoord na rust. Combinatie Mos. Hofs. Vrijtrap weggehaald door Matthijssen. Hofs weer tegen Matthijssen. Lucius. De Guzman. Mos. Meegeven aan de Guzman met een schietkans. En weer Vermeer. Die goed zicht heeft op de pogingen van veraf van Feyenoord. En ook als ze wat dichterbij zijn trouwens. Feyenoord heeft het veldoverwicht. Maar komt nauwelijks aan kansen toe. Hoekschop via de Mouge. De Mouge voor Hofland. Lucius. De Guzman. Nou, nu dan wel raak. Ja, nu dan wel raak. Bahia die profiteert van veel vrijheid. En zo is Feyenoord in de 74ste minuut dan toch enigszins dichterbij Willem II gekomen. Paasje van de Guzman. Bahia staat wel heel erg vrij. En zelfs Vermeer in vorm kan daar niet bij. Krijgt alle tijd om aan te nemen en uit te halen. 3-1. De Guzman. Hill loopt de Guzman van de bal en Willem II heeft voordeel. Douglas. Douglas met Lucius bij zich. Nou ja, Lucius kwijt. En het balletje hier voor vrij, wordt het 4-1. Nee, Bahia voorkomt dat en dan in tweede instantie Ekrami die helemaal uitgespeeld was. Die bal nog kan opvangen. De extra tijd zit erop, maar Feyenoord mag nog een keer. Voetbal van Hofland gaat over. Feyenoord gooit het weg in de eerste helft. Met dank aan de eigen instelling en met dank aan doelman Ekrami. En heeft die schade in de tweede helft, waarin hij in ieder geval hard gewerkt heeft, niet meer kunnen repareren. Willem II wint dik verdiend met 3-1.